Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend en we zijn aan het opschieten. We waren op tijd wakker. Alleen Sarah kwam eerlijk bij mij in bed gekropen. Toen zijn we weer in slaap gevallen, dus nu moeten we opschieten. Maar goed, wat kan je voor betere redenen hebben dan zo lekker nog even samen in bed liggen om nu te moeten haasten. Dus zo erg vind ik dat niet. We gaan zo op kraamvisite, dus daar heb ik echt super veel zin. Ja, die heeft een zusje gekregen. Die heet Emma. Ja, zo leuk. Dus daar gaan we even naartoe. Lief, hè? Ja. Vind je het lief? Zeg maar. Stil zitten. Ik zit gezellig met Emma. Jam, jam, jam! Ja, het is weer vrijdag, dus we hebben vanuit de kraamvisite even boodschappen gedaan. En lekker pankzit gehad. Ik vind dat zo lekker. Die is echt, 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 kijk, de allerlekkerste pankzit ever. En ik heb iets nieuws. Ik heb net iets nieuws gekocht. Ja, je hebt een cadeautje voor jezelf gekocht. Ja. Ik ben hem nu aan het pakken. Deze leuke tape ding. Waterkoker. Waterkoker. Super. Mag ik even de pank zitten dan eerst opeten? Ja. Vaak is het koud. Zo lekker. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ja, bijna zaterdagmiddag. En vanochtend hebben we weer lekker rustig aangedaan. Nog even de ene laatste dag van de vakantie. En dat gaat echt zo bijna weer worden volgend jaar. 2 weken vakantie ben je zo snel aan. Maar goed, we hebben ons klaargemaakt en we gaan nu naar de verjaardag van Sarah, de vriendinnetje. Zo heel leuk. Sarah zat erbij op de peuterspeelzaal. En toen zagen we hem dus ook heel vaak, nu niet meer. Dus dat gaan we even doen. En daarna heb ik huisarrest, dan komt er een monteur, want onze tv doet elke keer raar. Dus daar wordt naar gekeken dadelijk. Ik moet dus eigenlijk nu even gaan opschieten. We zijn weer terug van de verjaardag en ik zou de vision boards nog even laten zien. Dus dat ga ik even snel doen. Ik begin even met die van Marco, want ja, die kan toch het niet zelf uitleggen. Dus die laat ik gewoon zien. Die van Sarah weet ik iets meer. Dat is deze. En die heeft de dingetjes op dat ze wil lekker eten aankomend jaar. Dit staat voor ons samen. Dit is speelgoed wat ze allemaal graag zou willen hebben dit jaar. Ja, dat moest ze natuurlijk ook op. Hoort erbij als je 5 bent. Deze. En hier ook Londen en Parijs. Dat is waar ze graag naartoe op vakantie wil. En ze zou ook graag leren skiën. Dus op windsport willen. Nou, ze wil ook heel graag in een grote huis wonen. En ze is graag een modemeisje. Dus dat heeft ze er ook op. Nou, ze wil heel graag een broertje of zusje. Maar ja, daar weten wij niet of het ermee eens zijn. Ze wil heel goed zelfstandig leren fietsen. De konijn is belangrijk en ze wil eigenlijk graag 2 konijntjes. Ze wil beter leren balletten en ze wil graag lezen. En ze wil een heel lief engeltje zijn. Dus dat is een beetje haar. En ik wil een baby Santa's hebben en een baby Bokker. Ja, en een beetje. En dan de mijne. Nou, ook allemaal gezin en samen oud worden. En gewoon samen sterk, moeder en dochter happy. Nou, vriendschap dingen, want dat vind ik altijd gewoon heel belangrijk. Dus dat is ook voor mij dit jaar gewoon een belangrijk ding in mijn leven. Ja, ik zou ook het liefst graag groter willen wonen. Alleen met 2 eigen bedrijven is het soms wel heel erg lastig. Omdat op het moment ja, voor elkaar te krijgen dat je het wil. Nou, ik hou wel van een opgeruimd huis. Nou, iedereen die me al een tijdje volgt, die weet dat wel. Nou, hakken is natuurlijk een belangrijk ding in mijn leven. Nou, dit vond ik ook gewoon een hele mooie. En dat is ook iets wat voor dit jaar belangrijk is. Nou, deze vond ik geweldig. Work hard, so you can shop harder. Modusjaar, ja, daar hou ik gewoon heel erg van. We willen heel graag de 1000 volgers. Perfect skin, gezondheid, goed in je lijf zitten. Ik heb ook reizen erop. Die is iets kleiner in mijn hoekje. Omdat eigenlijk de plaatjes die ik mooi vond al door Sarah uitgeknipt waren. En ik verder geen goede plaatjes kon vinden. Ja, en leven is ook een feestje ondertussen, dus alles wat je kan vinden, of vieren, dat moet je vooral doen. Ja, en een ladder is altijd, ja, altijd vooruitgang in je leven. Dus the only way is up, dus dat vind ik altijd belangrijk. En deze vond ik ook heel erg mooi.
Dat vind ik namelijk heel erg waar. Dus dat zijn onze borden. En ja, dit is toch een beetje volgend jaar het beeld van dingen die we of willen doen of naartoe willen werken. Dus dat is wel heel erg leuk. En zang ook in de gang. Dus als we de trap opkomen, lopen we er eigenlijk elke dag tegenaan. En dan precies tussen de slaapkamers in. Dus dat is wel leuk. Dan word je er toch elke dag wel een beetje aan herinnerd. En ik vind het ook gewoon heel leuk te staan in de gang. Ik vind het wat persoonlijker. En dan hangt toch iets leuks. Ik vind het ook heel erg leuk uitzien. Dus dat hebben we vorige vlog gemaakt. Zo, en het is even geleden. Ik ga deze maken. Dat hebben we een tijdje in gegeten. Het zit mijn haar trouwens. Nou, ik ga hem wel weer uitwegen. Want Sarah en ik eten samen. En een heel pak is altijd heel veel. Dus die doe ik weer de helft. En ik vind heel veel pannenkoeken wel leuk om te eten. Maar dat is echt wel heel veel hoor. Dus dan maak ik de half bak. En de volgende keer als we samen pannenkoeken eten, maak ik de andere helft. En als Marco er is, dan doen we altijd wel een heel pak. Doe maar niet, schat. Eigenlijk val je. Wow, waarom? Dus ik ga even bakken. En ik lekker mijn pannenkoekje. Velser. Je moet hem iets verder eraf houden dan. De pannenkoeken van... Dat is de voorraad. Gebakken. En lekker mama's spek. Pannenkoek. Ja. Gaan we lekker eten? Ja. Goedemorgen, het is zondagochtend. En het is weer de laatste dag van de vakantie. Helaas. Ik ben nog even snel aan het ontbijten. Kim komt zo gezellig langs, dus dat is helemaal leuk. En ik heb de nieuwe idee. Ja, deed je nog. Ja, je mag zo je outfit laten zien, oké? Okay? Ja. Dus ik ga even snel verder eten. En dan zien jullie het allemaal zo. Mijn outfit van vandaag. Het leuke glitter. Hokje met sterretjes. Het leuke witte topje. En mijn ener diadeem. Die zal ik wel even laten zien. Jullie zien het al. Dus deze dikke schoentje van de Zara. Dus I like it. En het is alweer even later en ik had ondertussen nog niet gevlogd, maar we zijn met Kim. En Sarah heeft heel handig voor elkaar gekregen dat Kim er helpt met de schoenen aandoen. Want mama zegt natuurlijk keihard dat ze het gewoon zelf kan. Uitgekookt. En we gaan even naar buiten. We gaan even leuke fotootjes maken. Moet je vasthouden? Nee, nee, nee. Wat dan? Jij mag in je eentje en ik ga met Fleur. Oké. Okay. Tellen we goed af, hè? Gaan we nu van 3 naar 1. Goed? Nee, 1 tot 3. 3, 2, 1. Let's have a moment. Even foto maken van jezelf. Ga je mij fotograferen? Hoe staan ze hoor, op top of the world. Nou, zoals jullie zien heb ik eventjes de camera gepikt. En uiteraard gaat het natuurlijk niet zonder deze mooie baby. Ik ga jullie even meenemen, want Sarah en ik zijn heel leuk aan het spelen. Kijk, oh, en de tas staat in de keuken. Die is iets super lekkers voor ons aan het maken. Wat wilt u voor te drinken? Ik wil een lekker groene thee met gember, alsjeblieft. Dat hebben we niet. We hebben wel. Heb je misschien gewoon groene thee met honing dan? We hebben wel paprika thee. Paprika thee? Ja. Is dat weer nieuw? Ja, nou. Okay, maar een beetje gele paprika. Heb je die ook? Nou, die hebben we niet. Ja, maar groen. Hier gaat heel even. Oké. Wat ze tegenwoordig allemaal wel niet hebben, hè? Deze is klaar. En zo wil ik even naar een winkel lopen. Waar ik lekker ga eten en drinken. Hallo, mevrouw. Ja, anders. Mevrouw. Ja? Mag ik misschien paprika thee? Paprika thee. Komt voor elkaar. Met paprika. The magic is happening.
je er niet mee te doen. En dan mag die in een bekertje geschenkt worden. En eten is klaar. Sarah heeft al. Kim ook. Hij ziet er echt heel lekker uit. Mijn camera slaat het zo leuk. En het is alweer zondagavond, dus ik ga de vlog nog even afsluiten. Leuk dat je gekeken hebt. Abonneer je onder als je dat nog niet gedaan hebt. Is gratis. Duimpjes en reacties vinden we heel erg leuk. Proberen we ook altijd op te reageren. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei! Doe het aan kanten.